De investeringswet van Suriname is niet slecht, maar wel oud, zegt Henk John Gischeriet, CEO van de Suriname Investment and Trade Agency, CITA. Gischeriet benadrukt dat de investeringswetgeving van belang is voor buitenlandse investeerders. Ze kijken niet alleen naar hoe sterk de instituten in het land zijn en hoe stabiel de democratie is, maar ook naar de investeringswet. Hij is van 1921, gebaseerd op een Nederlands model. Daarmee zeg ik niet dat Nederlandse modellen slecht zijn, maar we zijn een stuk verder, toch? En we zijn Suriname, we zijn geen Nederland. Nou, we zijn bezig om die wetgeving aan te passen. Het duurt veel te lang. De minister gaf net aan zijn visie, en dat respecteer ik. Hij zegt, voordat we die wet gaan aanpassen, moeten we goed nadenken wie we willen zijn. Met die statement ben ik het volledig mee eens. Alleen voor mijn gevoel, en dit is geen sneer naar de minister, absoluut niet. Maar voor mijn gevoel denken we te lang na. Snap je? Dus ik vind het jammer dat het zo lang duurt. Maar ik ben het met hem eens. Voordat je iets doet, moet je nadenken. Alleen, voordat ik in deze rol mocht stappen, hoor ik al jaren, we zijn aan het nadenken. Nou, er is nu een jurist in dienst genomen die er daadwerkelijk aan werkt. Dus ik hoop dat we het einde van het eerste kwartaal volgend jaar met iets kunnen komen. Gischeriet voegt eraan toe dat de wet nog door de Nationale Assemblee moet voor goedkeuring en niet te kunnen aangeven hoe lang dit proces zal duren. De huidige investeringswet legt de activiteiten van CITA niet lam. Alleen zou het volgens Gischeriet goed zijn als de wet wordt aangepast aan de tijd.